Ja jongens, we gaan weer door met de reis. We zijn nog steeds op Changi Airport in Singapore. Kijk eens eens die waterval. Alleen daar is het niet helemaal onder controle. Ik ga niet voor jullie liegen, maar ik ben kapot. Ik ben gesloopt. Ik kan niet meer. Het liefst ga ik lekker naar mijn nest. Maar goed, even voor een goede dag, ik moet er nog even door. Ik ben inmiddels 26 uur wakker, 28 uur wakker. Dus dat is best wel een poosje. Maar goed, de laatste vlucht is maar een kleine 3 uur. Dus dan is eigenlijk ook best veel. Maar ja, in vergelijking met 12 uur is dat zo afgelopen. Maar ja. Laatste vluchtje dan nog even pakken. En dan zijn we eindelijk in Bali. Dan heb ik opgehaald door een taxi. En die brengt mij dan naar het hotel in Kuta. Dus even doorzetten, dan komt het wel goed. Dit is niet normaal, joh. Ik weet mijn god niet, ja, wat moet ik nou, man? Ik heb er gewoon helemaal geen puff meer voor. En dan ben ik nu al bij de incheck gate, maar die gaat pas over een half uur open. En dan pas vertrekt hij over 4 uur. Dus dat is ook nog wel een dingetje. Heb ik weer, hoor. God, zal ik raken. Ik hoop dat deze reis nou voorbij is, want ik ben kapot. Nou, Gerrit ging even €300 even omwisselen in Indonesische rupiah. Moet je kijken, man, je kunt iemand met dood slaan. 300 euro, ach, dat is toch ongekend. Hoe moet je dit nou bewaren, man? Hoe moet je dit nou in je portemonnee doen? Dat is toch ongekend? God, in de stapel. Door mijn moeheid besluit ik om actief te blijven. Ik had al geprobeerd om ergens op een stoel te gaan zitten, maar toen viel ik bijna in slaap en dat wilde ik niet. Ik ben natuurlijk helemaal alleen. Daarom ga ik nu wat activiteiten doen op het vliegveld, namelijk naar Butterfly Garden en Sunflower Garden. Vind je het nou spannend om lekker tussen de vlinders te staan? Nou, dan moet je lekker in de Butterfly Garden zijn, want daar zijn allemaal vlinders. Dan kom je helemaal tot rust. Maar ja, wat heb jij als je tussen vlinders staat? Nou, is wel een mooi gezicht. Alleen, wat moet ik er even vinden? Ja, zij tussen de vlinders. Ja, leuk. Welkom bij Sunflower Garden. Eens kijken. Allemaal mooie zonnebloemen. Nou, de temperatuurtje is er ook wel weer lekker voor. Dan groeien ze ook wel, dat geloof ik wel. Zo de joop, wat is lekker warm hier. Ik denk dat hier wel graad of 30 is. Eerlijk is eerlijk, het is hier echt prachtig. Maar ik vind het wel lastig om van te genieten. En dat komt dan door mijn vermoeidheid. Er is meer dan genoeg te doen hier. En dat mag je ook wel verwachten. Want er is ruim €1,7 miljard in geïnvesteerd in Changi Airports. En dat maakt deze luchthaven ook tot een van de beste van de wereld. Kijk, hier zie je ook die treintjes die dan door het hele vliegveld bonjouren. Thank you, bye bye. Thank you, take care, bye. Nou, zijn we in Bali. Heeft even geduurd, maar zijn we dan wel weer.
Nou, ik ben inmiddels dus in Bali. Ik ben inmiddels in het hotel. Er is weer heel veel gebeurd. En ik ben het weer vergeten te filmen. En dat is hartstikke dom. Stout Gerrit. Vergeef me daarvoor. Ik ben nog een beginner met dit. Echt. Maar dat ga ik naar een hoger niveau tillen. Dat durf ik jullie te verzekeren. Want ik herken mijn fouten. Dus volgende keer ga ik het wel wat meer filmen. Er zijn heel veel dingen gebeurd. Eerst probeert iemand mij zo'n simkaart aan te smeren. En nou, prima gekeken. Lalalala, leuk. Maar ik ben net, ik heb 28 uur niet geslapen. En mensen verkopen me allemaal in één keer dingen. Ja, ik word daar gewoon helemaal gek van. Dus ik heb gezegd, no, niet kopen. Doe ik morgen allemaal wel. Eerst good sleep. Hè? Eerst good sleep, dan gaan we voor de bijl. Nou, kom ik bij het hotel aan. Nou, Gerrit had al even wat contant gehaald. €300. Nou, en ik heb jullie laten zien, dat was een beste stapel. Nou, ik leg dat zo op het dingetje neer. Ik heb dat allemaal op het vliegveld. Omdat ik daar natuurlijk 6 uur moest wachten, heb ik dat hartstikke goed geteld. Kom ik hier en ik leg dat zo op tafel. En zegt hij in één keer, ja, nee, ik mis 3 briefjes. Ik zei, kan niet. Kan niet, bestaat niet. Is onmogelijk. Bestaat niet, kan niet. Ik heb dat goed geteld. Dat heb ik verdomme, dat was mijn enige job. Dus dat heb ik goed gedaan. Nou, en toen zei hij, oh, dan gaan we nog een keer tellen. Nou, nog een keer tellen. Toen zei ik, nou, gaan we het samen tellen. Dus hij telt het stapeltje en ik tel het stapeltje. Dus dan doen we het samen. En, toch klopte het. Tuurlijk. Nou, dan pas proberen ze toch even. Even die 150.000 roepie even te bestelen. Ja, toch bestelen. Ja, hoe ga ik dat anders noemen? Niet te bestelen, maar te ontframen, zou ik het zo zeggen. Klinkt net wat liever, klinkt net wat vrolijker. Dus heel veel meegemaakt. Even, dat ga ik gewoon als cliffhanger gebruiken. Jongens, morgen krijgen jullie mijn kamer van een week te zien. Want ik ben nu moe, ik ga nu lekker slapen. Jongens, ik wens jullie het beste en tot de volgende. Lieve mensen, we zijn weer bij het einde. Bedankt voor het kijken. En een leuk nieuwtje is dat ik 4 keer per week ga uploaden. Op maandag, woensdag, vrijdag en zondag. Mis je dan ook niks van en abonneer op dit kanaal. Druk alsjeblieft op het belletje, zo krijg jij ook een melding dat er een nieuwe video is. En zo kunnen we samen nieuwe dingen beleven. Dankjewel en tot de volgende!